Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. De eerste van 2023 en gelijk de minst vrolijke die je kunt krijgen in 2023. Desalniettemin, laat me u allereerst een heel gezond 2023 toewensen met veel geluk en vooral ook wijsheid. Wat er gebeurde vanmorgen, ik wilde een foto laseren op een canvasplaat. En daarbij kreeg ik een shockmelding, dus dan stopte de laser. Maar bij het laten lopen van de laser gaf die verschrikkelijk lawaai en verschrikkelijk, alsof de steppermotor kapot is. En dat zou het ook best kunnen zijn, dat weet ik niet. Ik ben al wat aan het onderzoeken geweest, maar ik zal wat dingen moeten repareren en ik ga je daar wat zaken van laten zien. In de hoop dat ik het gerepareerd krijg, anders zal ik helaas toch met de hand in de buidel moeten tasten voor een andere laser. Ik ga proberen je een beetje in dat proces te laten zien wat er precies aan de hand lijkt te zijn. Zo, wat is er nou aan de hand? Ik heb de laser eraf gehaald, zijn bekabeling losgehaald. Overigens gelijk een hele goede mogelijkheid om je laser schoon te maken, dus dat heb ik ook maar een beetje alvast gedaan. Ik constateerde dat het wieltje hieronder daar zo wel keurig meedraait als die over zijn as beweegt. Maar het wieltje aan de linkerkant, wat op dit moment verwijderd is, wat dus hier hoort te zitten, dat loopt niet over de as mee. En hoe kon dat nou? Ik voelde vervolgens dat er speling zat. Nu is het een beetje extreem, want ik heb die schroef met dat wiel eruit. Maar dit wat je hier ziet, deze speling, die constateerde ik. En wat ik voorts constateerde, en dat zal ik moeten gaan vaststellen of dat aan de andere kant ook het geval is, ik denk het niet. Maar dat is dat dit gat hier, wat aan de achterzijde precies de maat van de schroef heeft, heeft hier een hele lading speling. En dat bedoel ik dus zeg maar dat als dat schroefgat deze maat zou moeten zijn, dat hij dan dit doet. Daarom draait dit wieltje niet mee. Op dat moment draait hij dus alleen op dat wieltje. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom die zo moeilijk liep. Ik zal dat moeten gaan repareren. Dat is niet zo eenvoudig. Ik zal daarvoor deze plaat moeten verwijderen. En dat betekent dat de wieltjes eraf moeten. Althans, van deze plaat af. Van deze plaat moet eraf. En dan moet ik gaan kijken of ik dat met epoxy kan repareren. Er een nieuw gat in boren, zodat die zeg maar weer goed zit. En dan hopen dat dat het probleem gaat verhelpen. Zo niet, want het komt best wel eens zijn dat dat gaat mislukken. Dan moet er helaas een andere laser gaan komen. Ik ga hem even verder uit elkaar halen en dan ga ik je dat zo verder laten zien. Het probleem is heel goed zichtbaar als je er in de hand was. Ik de rechterkant van deze controlpak. Dan zit daar geen speling in. Wat je ziet is het opbeuren van de laser. Als ik het aan de rechterkant doe, ik hou de laser nu vast. Dan zie je dat er speling is. Als ik de twee schroeven naar elkaar buig, speling weg. Oorzaak en gevolg. Het zit hem in het acrylplaatje. Deze gaten, die aan de achterkant precies de grootte van de bout hebben, zijn uitgesleten. Ja. En dat uitslijten zorgt ervoor dat hij niet meer lekker en goed op zijn assen zit, zeg maar. Dit ga ik dus proberen op te lossen door deze twee gaten, niet deze twee. Ja, dat zou ik wel kunnen doen, maar ik weet niet of dat heel veel zin heeft. Even kijken of dat zinvol is. Ja, het is natuurlijk wel zinvol natuurlijk. Om die gaten opnieuw te maken, dat wil dus zeggen dat ik ze eerst dicht moet gaan maken met epoxyhars. En ze dan opnieuw zou gaan moeten boren op de plek waar ze geboord moeten worden. Dat is tricky business, dat kan ik wel vast aangeven dat tricky gaat zijn. Ik ga kijken wat ik daarmee ga doen op dit moment. De epoxyhars is gegoten. Dat moet nu 24 uur drogen. En dan gaan we hopen dat het daarna, als ik daar de juiste gaten in boord, het zijn 5 mm gaten, dat ik het dan wel strak kan zetten. En dat dat het probleem wat mijn laser heeft, dat hij bij het lopen van links naar rechts met name enorme herrie maakt, dus echt alsof er een ratel in zit, dat hij dat oplost. Als het dat niet oplost, dan ben ik bang dat we voorlopig even uit de running zijn en dat we met een nieuwe laser aan de gang zullen moeten. Op zich niet zo vreemd.
Mijn Ortho Lasermaster 2 15 watt is heel veel gebruikt. Maar ik probeer dat natuurlijk te vermijden, ook omwille van de kosten. Morgen gaan we verder kijken hoe dit probleem opgelost kan worden eventueel. Zo, het acrylplaatje met de epoxy erin is droog. Nu wordt het zaak om ervoor te zorgen dat de gaatjes op de goede plek geboord worden. Daarbij in de gaten houden dat als ik dit nu beweeg, dit linksonderste wiel dus niet meedraait. Dat is dus die slijtage in die plaat. Dus ik moet zorgen dat dit naar elkaar toegedrukt wordt, want dan draait die weer mee. Nou, dat gaan we proberen voor elkaar te krijgen. Zo, de gaten zijn geboord. Inmiddels heb ik ook weer de geleider erop geplaatst waar de laser in komt te zitten. Ik heb ervoor gezorgd dat de schroeven, de bouten hier doorheen gaan. Ik ga hem nu weer monteren. En ik ga hem zo meteen laten zien als hij gemonteerd is. Want dan moet hij uiteindelijk weer getest gaan worden. Zo, lieve vrienden, de speling is eruit. Het plaatje is weer geplaatst. Het enige wat me een beetje zorgen maakt is dat hij redelijk stroef loopt. Ik ga hem dus even een beetje smeren. In de hoop dat hij straks weer soepeler loopt. Want ik weet niet of dat een probleem gaat leveren. Als ik hem weer helemaal in elkaar zet. Ik ga hem even smeren en dan ga ik hem in elkaar zetten. En dan gaan we kijken. Alles zit weer in elkaar. Nu gaan we hem aansluiten. En dan gaan we kijken of het probleem verholpen is, ja of nee. Als het niet verholpen is, dan vrees ik helaas dat er een nieuwe laser moet komen. Het is in elk geval zo dat alle vier de wieltjes nu weer meelopen. Dus dat is goed. Vraag is alleen of het probleem weg is. Dat gaan we zo meteen vaststellen. Nou, even zonder de omkasting. We gaan er nog even vanuit dat het goed gaat, maar ik weet het niet zeker. Want hij maakt net alweer een rare beweging. Dus ik moet kijken wat er gebeurt. We gaan even kijken hoe dit afloopt. Aan het eind laat ik het je zien. Nou, hij is bijna klaar. We kunnen zien dat hij het dus doet. Hij loopt prima. Resultaat kan ik nog niet zo heel veel op zeggen. Maar ik denk dat dat wel goed zit. Deze afbeelding, dat is misschien minder. Maar dat ligt meer aan andere dingen dan dat het ligt aan de laser zelf. Ik denk wel dat het een tijdelijke oplossing is. Want epoxy slijt ook heel gemakkelijk uit. Makkelijker dan acryl. Dus uiteindelijk zal de laser vervangen moeten worden, maar voor nu lijkt het probleem opgelost met deze toch relatief simpele oplossing met epoxyhars. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik ben in elk geval blij dat hij het voor nu weer even doet. Of dat permanent zo blijft, dat is een tweede. Tot de volgende keer. Dag.